En het scholingsinstituut voor de vakbeweging in Suriname, CIVIS, maakt mindere tijden door. Dit bevestigt directeur Victor Jones. We spraken hem na een shopsteward training die gehouden is voor de Katholieke Onderwijzersbond, KOB. Het gaat niet zoals het moet met de scholingsorganisatie. Met name op het gebied van de financiën, bevestigde Jones. Het CIVIS is grotendeels afhankelijk van subsidie van de overheid. Subsidie is niet op tijd, niet alle toegezegde, sterk ingeknipte subsidies. En het weinig dat je krijgt is nauwelijks voldoende om het minimale te doen. Ja, we hebben situaties gekend waarbij ja, in het niet lange verleden week of twee, drie terug, waarbij internet was afgesloten. Ik zat thuis, kreeg een telefoontje. Meneer, u komt, komt u binnen, voor twee uur aan een soort elektriciteit afgesloten. Ik heb gisteren nog met een van de dienstverleners moeten praten. En zo zitten we allerlei afspraken te maken. Maar als de middelen er niet zijn, dan gaat het mis. En op een gegeven moment zitten we met torenhoge schulden die niet te betalen zijn. Dus ook met CIVIS gaat het niet zoals het moet gaan. Het CIVIS laat het hoofd echter niet hangen. Met het minimale probeert de scholingsorganisatie zich te concentreren op haar core business, zegt directeur Jones. Hij heeft er alle geloof in dat het goed komt. Je moet je zorgen maken. Ik geloof altijd in het aanpakken en de dag van morgen. Weet je, vandaag moet je leven en morgen is er altijd wat beters dat kan komen. Het moment dat je in die positie zal, de positie zal innemen van luisteren, en nu is het gedaan met CIVIS, dan is het inderdaad gedaan met CIVIS. We hebben grote, goede hoop. We werken, u merkt het, ondanks de moeilijke situaties. We zijn er en we timmeren aan de weg. En het komt wel goed. Hoeveel is de subsidie die, waarop CIVIS mag rekenen? Nou, laten we niet zo met bedragen en cijfers gooien. Mensen kunnen vaak daarmee niet omgaan. Maar laat me zeggen dat we in elk geval wat we nu krijgen en ook niet op tijd krijgen, dat is slechts een druppel op een hete plaat. En nauwelijks de nutsvoorzieningen betalen. Dus CIVIS-directeur Victor Jones, we spraken hem naar aanleiding van de financiële crisis bij het scholingsinstituut voor de vakbeweging vanwege het uitblijven van de overheidssubsidie.